Goeiedag. Het ziet er best aardig uit momenteel buiten op veel plaatsen. Er is ruimte voor de zon. En ook vanochtend kwam de zon prachtig mooi op in Drenthe. Deze foto is gemaakt in de buurt van Assen. Een mooie waterige zonsopkomst. En momenteel ja, opklaringen en wolkenvelden boven het land. De meeste bewolking wel in het westen van het land. Maar ook in het binnenland komt er soms een wolkenflart voorbij. En misschien dat er vanmiddag ook nog wel een enkele bui gaat vallen. De temperatuur die ligt dan zo tussen de 4 en de 5 graden. En er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond en ook vannacht wolkenvelden die afgewisseld worden met die opklaringen. Er kan nog steeds een enkele bui vallen. Misschien in het zuidoosten zelfs ook nog wel een vlokje natte sneeuw. Dat is niet helemaal uitgesloten. En in de opklaringen gaat het in het binnenland wel flink afkoelen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Het zal mij niet verbazen als het lokaal ook nog tot een graadje vorst gaat komen. En dat betekent dat het plaatselijk misschien ook nog wel een beetje glad kan worden. Zeker later in de nacht en in de vroege ochtend op de plekken natuurlijk waar niet gestrooid is. En morgen overdag? Nou, een beetje vergelijkbaar met vandaag. Wolkenvelden, af en toe zon en ook nog wel hier en daar een bui. Het lijkt erop dat met name in het zuiden die buienkans wat groter is. De temperatuur ligt morgen opnieuw zo rond de 4 graden. En de dagen erna? Er verandert niet zoveel tot en met de jaarwisseling. Hetzelfde beeld rond die 4-5 graden overdag en in de nacht de kans op uh, een graadje vorst. Later wordt het wel wat kouder. Nu staat er voor zondag een middagtemperatuur van plus 1. Nog een fijne dag.